Denk je er wel eens over na? Hoe het zou zijn om zelf te kunnen vliegen? Om gewoon op te stijgen? Gewoon wegvliegen? Naar een ander land, naar het strand? Of sterker nog, gewoon de ruimte invliegen? Gewoon de atmosfeer uit en dan in de ruimte gewoon kunnen ademen. En dan langs planeten vliegen, langs sterren. Lijkt je dat vet? Ik doe het regelmatig. Ik doe het heel vaak. Ja, in je dromen zeker. Ja, in mijn dromen. Maar dat zijn niet zomaar dromen. Men noemt het lucide dromen. Een lucide droom is een droom waarin je weet dat je aan het dromen bent. Je bent je volledig bewust van het feit dat de wereld waar je je in begeeft een droomwereld is en dat je eigenlijk gewoon in bed ligt te slapen. Er zijn vast een aantal van jullie die het al doen. Het schijnt dat de meeste mensen meestal niet weten dat ze überhaupt dromen. Lucide dromen is echt heel erg vet. Mijn eerste lucide droom, één van mijn eerste lucide dromen, begon toen ik droomde dat ik een McDonald's binnenliep. Ik wou wat gaan bestellen en ineens naast mij zweefde een enorm stuk kaas. Ja, inderdaad. Dus ik dacht, ja, dat kan helemaal niet. Dit is een droom. En vanaf dat moment begon de lol. Dus ik steeg gelijk op. En ik steeg echt heel hoog de lucht in. Gelijk boom, boven de wolken. Zie ik de wolken voelen en zo. Ik dacht, hey, koud en cool. En, ja, dat voelde heel grappig. En ik ging keihard over die wolken zo. We hebben besloten, ik vlieg naar Spanje. En ik ben toen naar Spanje gevlogen. En ik herinner me dat heel goed. Want ik zag nog beneden zo de Golf van Biscayen. Toen moest ik wel even aan Sinterklaas denken. Maar ondertussen was ik me dus de hele tijd bewust van het feit dat ik gewoon in een droom was. Dat ik eigenlijk in bed lag. En toen ben ik naar Spanje gegaan en toen kwam ik in Spanje aan op het strand. He, alles ziet er dan wel een beetje anders uit. Het is mijn idee van Spanje. Het was mooi, het was warm. En er waren leuke mensen en er was muziek en toen ben ik gewoon lekker gaan feesten. Dat is geweldig, toch? He, maar naast het feit dat het hartstikke leuk is, is lucide dromen ook nog eens een keer heel handig. En het is echt iets heel nuttigs. Je kan van alles leren in je lucide droom. En voor je hersenen maakt het geen verschil of jij iets nu in het echt doet, of dat je het in een visioen of in een visualisatie of in een droom doet, is voor je hersenen allemaal één ervaring. Dus wat ik doe als danser, ik moet vaak salto's maken in mijn shows, maar als ik ze een tijdje niet oefen, dan ga ik erop achteruit. Dus wat ik doe in mijn dromen, is salto's oefenen. En soms wel 200 achter elkaar. En dat zou ik in het echt niet kunnen doen, want dan zou ik hartstikke back-off zijn. Maar in je droom word je niet moe. Sterker nog, in mijn droom kan ik zelf bepalen hoe langzaam ik ze doe of hoe snel en waar ik dan op let. Dus dan doe ik mijn salto in slow motion en dan ga ik ernaar kijken en oh ja, daar moet ik mijn knieën wat meer intrekken en zo. En al die ervaringen neem ik mee en als ik dan in het echt weer een keer een salto doe, dan gaat die hartstikke makkelijk. Alsof ik hem echt keihard heb getraind. Dat werkt. En er zijn nog veel meer mensen die er gebruik van maken. Topsporters, componisten van muziekstukken, van vroeger schijnen ook veel meer mensen te zijn geweest, die dit allemaal al hebben gebruikt om creativiteit op te wekken, om dingen te oefenen, om nieuwe dingen te leren ook. Een heel mooi ding ook aan lucide dromen is dat het nog een stapje verder gaat en dat je ook echt dingen kan gebruiken om jezelf beter te leren kennen. Er bestaat nu zoiets als lucide droomtherapie. Een manier om je eigen trauma's te overwinnen, om nachtmerries te doorzien en om erachter te komen waar ze vandaan komen. Ja, dat is iets wat waarschijnlijk nog veel zal groeien. Iets wat ik waarschijnlijk zelf ook wil gaan leren. Maar weet je wat leuk is? Iedereen kan het leren. Iedereen, geen uitzondering. Het staat al heel lang vast, wetenschap heeft al lang toegekend dat iedereen droomt. Zelfs blinde mensen dromen. En omdat iedereen droomt, kan iedereen ook leren lucide te dromen. Kijk, het is gewoon zo dat heel vaak mensen niet herinneren dat ze dromen, maar iedereen droomt. En daar begint dan ook de manier om te leren lucide dromen. Je moet je eerst herinneren dat je droomt. Een heel handig trucje is een droomdagboek bijhouden. Al je dromen opschrijven, alles wat je maar kan herinneren. Elk moment dat je wakker wordt, niet alleen 's ochtends, maar ook als je midden in de nacht wakker wordt. Gelijk opschrijven. Als je het wilt, hè? Als je het leuk lijkt. Maar dan, verreweg de sterkste methode om te leren lucide te dromen zijn
de reality checks. Kijk, soms zijn dromen heel gek, echt bizar. Je wordt achterna gezeten door gekke wezens, monsters. Je maakt allerlei dingen mee, je moet je door bochten wringen in hele rare huizen of zo. Dromen kunnen echt heel raar zijn. En toch neem je ze gewoon aan alsof ze echt zijn. Je vraagt je nooit af van, goh, hoe kan dit? Oh, zou het misschien een droom zijn of zo? Nee, je neemt alles aan voor wat het is, je gaat er gewoon in mee. Dat komt omdat we deze realiteit vrijwel nooit in twijfel trekken. Gewoon hier, nu, dit, deze realiteit. Wij vragen ons nooit af of dit wel echt is. De truc is om dat wel te doen. En dan regelmatig. En als je dat dan vaak genoeg doet, dan wordt het een gewoonte. En als je het een gewoonte hebt gemaakt, dan doe je dat ook in je dromen. En dan ben je een keer aan het dromen. En dan denk je van, goh, is dit wel echt? En dan kom je erachter dat het niet echt is. En dan kun je dus doen wat je wil. Dan kun je echt alles doen, hè, trouwens. Je kan echt het zo gek niet bedenken. Jouw fantasie is dan de limit. Je kan met dieren praten, onder water ademen, hè, andere buitenaardse wezens ontmoeten. Maar hoe check je nou de realiteit? Want alleen afvragen is niet genoeg. Als ik jullie vraag van hoe weet je nou dat deze realiteit echt is, wat doe je dan? Je gaat om je heen kijken van oké, is het echt? Ja, voelen, is het echt? Ja, het voelt wel echt. Oké, maar dat is niet voldoende. Hè? Je moet wel echt even de tijd voor nemen en een hele zekere check hebben. Een reality check. Een hele simpele is, kijk eens naar de klok. Dus je kijkt naar de klok op je telefoon of een echte klok. Hè, een digitale klok is vaak handig. Want weet je wat het is? In een droom kun je geen klok kijken. Als je goed naar een klok kijkt in een droom, dan zie je alleen maar iets wazigs en dan snap je helemaal niks van. En een digitale klok, dat zijn gewoon rare figuren. En wat je dan doet overdag, is naar je klok kijken. Dus oké, het is zo laat. Je kijkt even weg en je kijkt nog een keer. Klopt het nog? Oké, dan is dit echt. Ja, en dan net zo lang doen, totdat het een gewoonte wordt dat je dat doet. En dan in je dromen zul je het ook toepassen. Maar dan kom je er dus achter van, hé, dat klopt niet. Wow, vet. Vliegen. Tenminste, dat doe ik als eerst. Veel mensen doen dat als eerst hoor. Maar dan komen we gelijk op een hele simpele, mooie reality check. Die bij mij heel goed werkt. En dat is, probeer gewoon te vliegen. Probeer gewoon nu te vliegen. Ja, stijg maar op. Gewoon opstijgen. Ja. Sommige mensen moeten eerst zwemmen, weet je wel. Die komen dan niet omhoog en die zitten echt zo. Of heel hard rennen en dan springen. Ja, hoe dan ook. Probeer te vliegen. Probeer het 10 keer per dag. Ja, tot je er niet echt meer bij nadenkt. Het moet gewoon in je systeem komen te zitten. En zo kom ik meestal erachter dat ik aan het dromen ben. Ik spring hey, en ik blijf hangen in de lucht. Cool. En off. Ja. Het is dus niet alleen vet. Het is echt bruikbaar. En weet je wat vet is? Ook elke keer weer. Gewoon elke keer. Iedere keer als ik een lucide droom heb gehad, word ik weer wakker met zo'n vette boost. Het is echt een kick om dit mee te maken. Ja. Ik kon nog even laten zien dat het echt werkt.